de emotionele spier. Als we lekker oefenen met gewichtjes, dan werken we eraan dat we beide armen, beide spieren, beide biceps en alle andere spieren gelijkmatig getraind worden. In het leven, je emotionele spieren, zegt er vaak anders. Vaak is één spier veel sterker dan de andere. Maar ook fysiek. Bijvoorbeeld je rechterarm, ik ben rechtshandig, die is uiteindelijk sterker dan mijn linkerarm. Nou, wat betekent dat nou? Stel nou dat er hier ergens een koffer op de grond staat. En iemand vraagt een zware koffer. Pak die eens op en breng die eens even voor me weg. Op welk niveau je ook daarover nadenkt, 99% zeker dat je dat onbewust met je rechterarm, als je rechtshandig bent, dus sterker bent die rechterarm, optilt. En nou, dan zet je die weg. Zo is het met situaties ook, maar dan is het de emotionele spier. Dus welke spier is het sterkst getraind bij jou? Is de spier het sterkst getraind van alles een probleem zien, of een uitdaging zien, of dat kan niet, of belemmerende overtuigingen, of wat je dan ook tegenhoudt? Of is jouw sterkst getrainde spier dat je overal een mogelijkheid in ziet, overal een kans in ziet, dat je dingen om kunt draaien, dat de dingen alleen maar de betekenis hebben die jij zelf geeft, en jij er ook aan werkt om dat een bekrachtigende betekenis te geven? Nou, in mijn leven, in ieder geval de laatste 21 mindpower jaren dat ik bezig ben, ben ik heel bewust bezig geweest om juist de emotionele, positieve mentale spier, te versterken. Zodat als er een zware steen ergens ligt, mentaal, ik die met het positieve oppak. Oftewel, bij een workshop liggen boeken die mensen kunnen kopen. En een aantal mensen nemen die boeken mee, maar betalen ze niet. Noem maar wat. Gebeurt soms, zeggen mensen. Hoe kan het nou dat je daar niemand bij zet? Ik zeg, nou, als blijkbaar iemand dat boek kan gebruiken en blijkbaar het geld nu niet bij zich heeft, dan zei dat maar zo. Ik geef dat een interpretatie. En dat kan je dus met alle mogelijke situaties doen. En waar ik je toe uitnodig om bewust na te gaan denken, welke spier is bij jou sterker getraind? Want het heeft consequenties voor de rest van je leven. En niet zo'n beetje. Dus helaas is mijn lieve vrouw Mary mij ontvallen op 8 augustus 2012. En daarvoor waren Mary en ik bij de 21 jaar al intensief bezig met mindpower. En alles wat erbij komt. 6 weken trainingen en alle mogelijke diepe impact ervan door het hele jaar heen. En dat is niet makkelijk als je iemand verliest, dat kan ik je garanderen. En tegelijkertijd, als je je mentale spier positief getraind hebt, dan is het zo dat je daar veel makkelijker mee om kan gaan. Mensen projecteren allemaal op mij met beste intenties in zo'n situatie. Je zal je wel rot voelen, wat zal het moeilijk zijn en de feestdagen en alleen. En weet je, het heeft alleen maar de betekenis die jij en ik eraan geven. Het is een te groot onderwerp om daar nu genuanceerd op in te gaan. Maar ik bepaal uiteindelijk, ik ben verantwoordelijk voor de betekenis die ik aan dingen geef. En ik weet als ik mijn positieve mentale spier aanzienlijk sterker ontwikkel dan mijn negatieve, dat wat er ook op mijn pad komt, dan kan ik denken, waar gaat dit naartoe? En ik wil er naar iets positiefs toe. Ik laat het een magneet zijn maken als het ware naartoe getrokken wordt. En dan is het leven veel eenvoudiger, veel efficiënter, veel productiever en vooral veel positiever. Dus ik nodig je uit goed na te denken, hoe sterk is jouw positieve mentale spier en positieve emotionele spier vooral. Dus welke betekenis geef je dingen, welke chemie en energie maakt het in je systeem, maakt dat sterker en wat dan ook gebeurt, dan ben je eerder geneigd, zeg maar, die mentale koffer, die emotionele koffer die opeens voor je staat of wat er ook gebeurt, om die op te pakken met je sterkste spier en laat het dan de positieve emotionele en mentale spier zijn. Ik wens je daar veel succes mee. Ik zie graag jouw reactie hieronder wat het voor jou betekent. En als we je verder kunnen helpen, heel graag. Tot ziens. Dag.